Hartelijk welkom op Sportpark het Meijerink. Vandaag, zaterdag 16 maart 2019, staat de wedstrijd FC Zutphen Oranje Nassau op het programma. FC Zutphen heeft de laatste weken veel punten gemorst en is daardoor afgezakt naar de 1 na onderste plaats in de tweede klasse H, net boven de tegenstander van vandaag. Het team van FC Zutphen vandaag ziet er als volgt uit. Blessures en vakantie geven veel zorgen bij de technische staf, waardoor ook JO19 spelers ingezet moeten worden, zoals op het middenveld Lars Hubert en rechtsachter Hidde van Kalker. In de spits staat Jesper Mentink en Niek Bakkeweert begint op de bank. Dan hier de opstelling van trainer Peter Bokma van Oranje Nassau uit Almelo. De laatste overwinning was vorig jaar oktober tegen FC Zutphen thuis. En daarna sprokkelde men met 4 gelijke spelen 4 punten bij elkaar. Dus 7 in totaal. FC Zutphen heeft 15 punten. De wedstrijd FC Zutphen tegen Oranje Nassau is 10 minuten onderweg. En een corner voor Oranje Nassau. Scherp genomen corner, maar die wordt weggewerkt door een FC Zutphen verdediger. En de bal wordt opnieuw ingezet. En daar een goede mogelijkheid voor Stef Kamphuis. Maar die schiet net naast het doel van Owen Rietman. Dan een ingooi voor Oranje Nassau. Patrick Ponsink komt de bal door. Koen Quinnen komt in balbezit. Ah, die draait daar goed weg. Passeert een man, passeert nog een man. En lanceert Patrick Ponsteen. Patrick Ponsteen. Via de zijlijn. Goede voorzet. En daar een doelpunt van Nordin Azimi. Nordin Azimi in de 16e minuut maakt hij er 0-1 van voor Oranje Nassau. En dat is een goed uitgespeelde aanval. Beetje slordig van FC Zutphen natuurlijk. Op snelheid. Patrick Ponsteen en hij bedient daar Nordin Azimi en die weet het net wel te vinden. 0-1 dus voor Oranje Nassau. Dan een vrije trap voor Oranje Nassau. Een lange bal naar voren. Komt bij Patrick Ponsteen. Legt hem terug op Dennis Voorhuis. Dennis Voorhuis schiet, maar Owen Rietman is op zijn post. En tikt de bal over de achterlijn. Dan een ingooi voor Oranje Nassau. Patrick Ponsteen. Patrick Ponsteen. Oh, dat was een makkelijk balletje voor Owen Rietman. Owen Rietman, wat doe je nou? Hij schiet tegen Nordin Azimi op. En daar een doelpunt van Stef Kamphuis. Na een foutje van keeper Owen Rietman profiteert Nordin Azimi. Legt de bal op Stef Kamphuis. En die kan heel makkelijk in het lege doel schieten. Dat betekent al 0-2 na 30 minuten voetballen. Dan een ingooi FC Zutphen. Hidde Kalker. Met een bal op Lars Hubert. Lars Hubert, een goed schot zeg. Maar die wordt uit het doel geramd door Tom Teriet. Goeie actie van Lars Hubert. Prima redding van Tom Teriet. Brandoil Tankstations. Hilarius creatieve reclamemakers. En de Promotion Support Club van FC Zutphen. Enthousiaste aanhangers van FC Zutphen Internet TV. En dan krijgen we de tweede helft. Jelle Makree met een goede actie. Een bal op Jesper Mentink, maar die kan er net niet bij, want de bal die wordt onderschept door Sander Woudstra. Koen Quinner, 1-2'tje met Ragnar Wolf. Koen Quinner opnieuw. En een uitstekende paas op Nordin Azimi. Nordin Azimi met de mogelijkheid, maar Jort Bleumink zit erbij. En Owen Rietman doet de rest. En de bal die wordt opgeruimd door FC Zutphen. Goede redding van Owen Rietman. Luc Meijer. Jort Bleumink. Jort Bleumink gaat op avontuur. Maar dat was niet goed. Niet goed gedacht van hem. Ragnar Wolf zit ertussen. En die geeft een uitstekende paas op Patrick Ponsteen. Patrick Ponsteen alleen ook Owen Rietman af. Maar Owen Rietman heeft de bal. Goede redding weer van Owen Rietman. Maar een prima actie
van Patrick Ponsteen. Die op deze doelman stuitte. Jesper Mentink. Lars Hubert. Michiel van der Beek. En daar Luc Beyer met een hard schot van afstand. Maar die bal die gaat raaklings over het doel van Tom Teriet. Dan FC Zutphen weer. Lars Hubert. Maar de verdediger van Oranje Nassau bezorgt de bal bij Jesse de Vries. Lars Hubert. Rick Flutters. Lars Hubert, hakje, mooi. Rick Flutters. Maar de verdediger van Oranje Nassau zit er bovenop en duwt de bal als het ware over de achterlijn. Waardoor er een corner ontstaat voor FC Zutphen. De corner wordt genomen door Luc Meijer. Goeie corner, goede kopbal. Maar Jesse de Vries kopt over het doel van Tom Teriet. Tom Teriet met de uittrap. Patrick Ponsteen kopt de bal door. En die bal die wordt slecht weggewerkt. Carlos van Bentheim komt in balbezit. Waagt een poging. Maar Owen Rietman is op zijn post en redt de bal uit de goal. Dan een ingooi voor FC Zutphen. Jesse de Vries. Luc Meijer. En die bal die wordt opgeruimd door Oranje Nassau. Mauro Lodde brengt de bal bij Patrick Ponsteen. Patrick Ponsteen in de 16 meter. Hij schiet. Maar hij schiet naast het doel van Owen Rietman. Het is toch weer een gevaarlijke, goede aanval van Oranje Nassau. Oranje Nassau. In balbezit. Patrick Ponsteen. Maar Rick Flutters zit er goed bij. Jesse de Vries. Lars Hubert. Rick Flutters. Jesse de Vries. Niek Bakkeweert terug op Jesse de Vries. En hij maakt een poging. Maar deze bal die gaat dus ver naast de goal van Tom Teriet, de keeper van Oranje Nassau. Dan een ingooi voor Oranje Nassau. De bal die wordt weggewerkt, maar niet goed. Oranje Nassau weer in balbezit. FC Zutphen zit er weer tussen. Maar Oranje Nassau komt weer in balbezit. FC Zutphen er weer tussen. En zo gaat het heen en weer. En uiteindelijk is Oranje Nassau in balbezit. En wordt Mauro Lodde gelanceerd. Mauro Lodde alleen op de keeper af. En hij schiet in het doel. Mooi links boven in het hoekje. Maar scheidsrechter heeft gefloten. Want er assistent scheidsrechter heeft gevlacht voor buitenspel. En dan gaan we even kijken of dat zo is. En het ziet er naar uit dat het buitenspel is. Het is niet helemaal goed te zien. Mauro Lodde komt hier in balbezit vanuit buitenspelpositie. En hij schiet er wel heel fraai in. Maar helaas voor Oranje Nassau geldt dit doelpunt niet. Patrick Ponsteen. Maar die bereikt geen medespeler, want David de Sla zit ertussen. Luc Meijer met een prima paas op Jesse de Vries. Jesse de Vries. Jesse de Vries die denkt, ik schiet maar eens een keer. En hij schiet prachtig raak rechts in de bovenhoek. Schitterend doelpunt in de 90ste minuut. En hij is daar wat blij mee, maar of het nog wat helpt voor het resultaat. Dat is maar te bezien, want de wedstrijd is bijna afgelopen, maar het doelpunt is schitterend. Goed schot en dat had FC Zutphen eerder moeten doen. Tom Teriet met de uittrap. FC Zutphen onderschept, maar Mauro Lodder komt in balbezit. Matthijs Koetsier met een bal op links, maar er staat niemand. Ja, daar komt toch iemand. Dat is Patrick Ponsteen, de aanvoerder. Kan de bal net binnenhouden. Mauro Lodde met een goed schot en bekeken schot. Rechts in de bovenhoek, vierde paal in het doel. En dat betekent 1-3. 7 minuten in blessuretijd. Schitterend doelpunt natuurlijk. Goed uitgespeeld door Oranje Nassau. Maar schitterend afgemaakt door Mauro Lodde. Ja, daar kun je als keeper alleen maar bewondering voor hebben. En scheidsrechter Rutgers fluit af voor de wedstrijd. En zo verliest FC Zutphen verdiend van Oranje Nassau met name op inzet.
Er is nog heel wat werk te verzetten om het tij te keren.